Welkom. U zit hier bij ons aan tafel en u komt te praten over de PVV in campagnetijd. En daar zijn we blij om dat u dat doet. Maar goed, wij denken altijd wel, de PVV, dat is toch eigenlijk niet Hero Brinkman. Dat is maar één iemand en dat is Geert Wilders. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jullie dat denken. En ik ben hier natuurlijk ook om een reden. Ik ben hier om een reden dat ik vind dat de PVV een democratische partij moet worden. We zijn inderdaad een partij die gebouwd is om één man heen. Sterker nog, de man die de partij gemaakt heeft tot wat hij nu is. En dat is Geert Wilders. En dat is een buitengewoon belangrijke man voor de PVV, uiteraard voor nu en hopelijk tot ver in de toekomst. Maar we moeten wel reëel zijn. We moeten ons bedenken dat elk moment Geert ons kan ontvallen. Of dat Geert zegt, ik ga iets anders doen. Dat kan allemaal. En ook voor de toekomst moet die PVV een rol krijgen in onze maatschappij. En daarvoor denk ik dat de enige manier om dat te kunnen doen is om een goede basis te creëren voor deze partij. Om opener, transparanter te zijn. Mm-hmm. En daarom een democratische PVV. Ja. En ik heb me voorgenomen om dit moment te gebruiken, omdat we niet een democratische partij zijn, in deze campagne in te brengen dat ik dat graag wil. Dat ik ervan overtuigd ben dat heel veel PVV'ers dat graag willen. Dat dat mijn motto gaat worden. En dat ik iedereen oproep. Nou, dat ik een democratische PVV wil. Dus met andere woorden, dat ik na de verkiezingen bewegingen wil zien waarin wij gaan starten met een democratische partij, met een partijbestuur, waar een congres gehouden wordt, waar gewoon, zoals bij elke politieke partijen, gestemd kan worden over het programma, gestemd kan worden over de kandidatenlijst, et cetera, et cetera. En daarom hoop ik dat achterban van onze partij mij zoveel mogelijk zullen gaan steunen, als zij dat ook vinden, door een voorkeurstem op steeds groter wordt. Het is toch opmerkelijk natuurlijk dat aan het begin van de campagne voor de verkiezingen, dat één iemand uit de fractie, nummer 11, in dit geval op de lijst, dat die om voorkeurstemmen vraagt. Ik denk dat de leider van de partij daar niet zo blij mee is. Nou, de leider van de PVV, Geert, is op en top democraat. En weet dat wij geen democratische partij zijn, in de zin dat wij een congres kunnen houden waarbij ik bijvoorbeeld zou kunnen aangeven wat ik zou vinden en mijn leden zou kunnen vragen of ze me daarin steunen. Dit is het moment voor mij om aan te geven dat ik die koers graag zou willen zien. Wanneer? En ik vraag onze achterban daarin om haar mening. En die kunnen ze op dit moment op de enige democratische weg tonen door mij met voorkeurstem in die Kamer. Bent u de enige in de partij die deze lijn... Nee, nou ja, ik heb met een aantal mensen gesproken waarvan ik weet dat een aantal mensen wel kunnen billijken dat ik er zo over denk en dat ook wel ondersteunen. Maar u bent dus de enige die hiermee naar buiten treedt. U zegt, als je die democratisering wil, dan zou je in ieder geval een voorkeurstem op Hero Brinkman moeten zetten. Ja, ik had het graag aan een ander overgelaten. Ja, of met een aantal mensen. Ja. En dat is dus kennelijk niet zo. Nee, dat klopt. Is dat omdat ze niet durven? Dat moeten we aan hen vragen. Gaan we doen. Heeft u uw standpunt met Geert Wilders vandaag besproken? Of ziet hij het vanavond voor het eerst als hij trouwe fan, als hij van ons programma is, kijkt? Ook dat laatste, dat zou u aan hem moeten vragen. Nou ja, kijk, hoe ik met Geert dit soort dingen bespreek, dat is niet aan u. Dat is, nee, is aan u. Dat is aan mij. Ja, maar dat aan mij komt de vraag hoe dat ging. En dat ga ik u mooi niet vertellen. Dat, u weet dat wij daarin, wat er besproken wordt binnen de fractie en binnen de partijleider en de overige leden, dat we daar altijd zeer terughoudend in zijn. En ook bij deze. Maar loopt u niet het risico dat hij zegt, nadat hij u vanavond gezien heeft, zeg, bij hem al bedonderd, ik donder je uit de fractie? Ja, dat kan hij doen. Dat neemt niet weg dat ik wel deelneem aan de verkiezingen en dat ik ervan overtuigd ben dat heel veel partijleden, electoraat van ons, het in dat opzicht niet met Geert eens zullen zijn. En mogelijk dan juist gemotiveerd raken om wel op Brinkman te stemmen. U heeft erover nagedacht dat dit een risico is dat u loopt? Ik heb overal over nagedacht. Het klinkt een beetje als de muitende Brinkman. Nee, dat is het niet. Ik ben absoluut niet... Ik wil ook geen dissident zijn. Ik ben de politiek ingegaan. Ik heb hier een prachtige mooie baan in Amsterdam gehad. Dat weet u allemaal. Ik heb 22 jaar met ongelooflijk veel plezier bij de politie gewerkt in Amsterdam. Prachtig korps. Ik heb die baan verlaten omdat mijn roeping de standpunten van de PVV waren. Niet de standpunten van één man. En ik maak mij zorgen om die standpunten van de PVV. Ik wil dat mijn zoontje over 50 jaar nog steeds op die PVV in de Tweede Kamer kan stemmen. En ik denk dat de enige weg daarin een democratische PVV met een goede basis, een transparante, opener partij,
moet zijn. En dat dit het moment is om dat voor elkaar te boksen. En ja, met alle respect, anders is er niet. Dit is het.